Welkom lieve kijkers, gezellig dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer een mooie fotowandeling maken en deze keer doen we dat in Delft. Deze keer fotografeer ik niet alleen, maar samen met Imke. Imke heb ik leren kennen op de banketbakkersopleiding. En het is een tijdje geleden dat we hebben afgesproken. Maar nu gaan we gezellig fotograferen hier in Delft. Ik probeer zoveel mogelijk van de wandeling vast te leggen, maar ze zijn er natuurlijk ook om even bij te kletsen. Dus we gaan een beetje kijken wat voor foto's we gaan maken. En ik zal jullie ook af en toe wat tips geven tussendoor. Dus het wordt gewoon weer een gezellige vlog. We hebben afgesproken bij het station hier in Delft. En ik ben iets vroeger, dus misschien kan ik alvast een beetje kijken naar wat voor compositie ik zie. Want ik wilde namelijk ook wat architectuurfoto's maken in het stationgebouw zelf. Uiteraard deel ik al mijn foto's weer in deze video. En een hoop van die foto's zul je later ook terugvinden op mijn Instagram. Zodat je hem later nog even rustig kunt bekijken. Hierachter staan bushokjes. En die busruiten zijn een beetje... een beetje beslagen. Het leek me leuk om daar doorheen te fotograferen als een soort frame. Hier achter mij zie je het stationgebouw van Delft en je ziet die prachtige lijnen tevoorschijn komen. We staan momenteel in het stationsgebouw en voor wie het nog niet gezien heeft, is het een waanzinnig station geworden. We gaan hier een beetje fotograferen met de lijnenspel wat je hier kunt vinden. En kijken of ik misschien vanuit bepaalde hoeken een foto kan maken om het beeld wat interessanter te maken. Want het heeft heel veel architectuur, het heeft tenminste heel veel creatieve uitingen. Dus dat wil ik ook op beeld brengen. Maar hierachter bij de Maria van Jeskerk zijn ze de klokken aan het luiden zoals je hoort. Ik zag ondertussen een leuke compositie bij aan de zijkant van de nieuwe kerk. Je ziet daar zeg maar een boom staan met heel weinig blad nog aan zich. En dat die boomstam een beetje dezelfde kleur heeft als de steen van de kerk, verdwijnt die straks een beetje in het beeld. Het is 2,5 uur later en ik ben aan de Schie gaan staan. En op de Schie heb ik een aantal jaren terug gevaren. En namelijk in die bootjes die hier achter liggen. Vandaag wil ik op deze plek een lange sluitertijdfoto maken. Nu is het vrij licht, dus de kans is groot dat ik niet echt ver kom. Maar ik ga eens kijken. Ik heb filters meegenomen die het beeld wat donkerder kunnen maken. Dus misschien komen we nog redelijk in de buurt van het resultaat wat ik uiteindelijk wil hebben. En dit zijn de lenzen waar ik mee ga werken. Tenminste, in elk geval met de ND9 filter. Om het beeld donkerder te krijgen. Om uiteindelijk een lange sluitertijd te kunnen hanteren. Wil ik het nog donkerder hebben beeld, dan kan ik altijd voor de Polaroid filter kiezen. Alleen het punt is een beetje dat de kleur dan ook wat verandert. En daar moet ik een beetje mee oppassen. Want ik heb een aantal keer gemerkt dat foto's anders zijn uitgevallen dan ik had gehoopt. Dus daarom maak ik twee dezelfde foto's. Maar dan één foto met de ND9 filter. En dan een extra foto waarop ook de polarisatiefilter gebruikt is. Om zo een beetje het verschil te kunnen laten zien. Dan is het tijd deze video af te sluiten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk heb je genoten en ben je snel weer bij. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal voor nog meer leuke content. En dan zeg ik zoals altijd, see you later.